Weet je waarvoor dit is? Nee. Nee, ja, voor Sonos, maar ik weet niet wat Sonos is. De testversie van de kijkdoos die in de stad geplaatst worden. En als promoactie gaan we hier spuiten. Ja, spuiten. En dat is ook allemaal test, dus het is nog niet voor de echt. Ergens in de doos komt een gat. En daar kun je doorheen kijken en dan kun je de filmpjes zien. Ja, waarschijnlijk op 17 inch. Ja, op digitale fotolijstjes. En dan de doos zijn om de aandacht te trekken. We zijn promotie aan het maken met Jitske voor het project dat we gaan doen tijdens de Street Art Edition. Openbaar Kabaal heet het. We hebben een filmpje gemaakt en dat draait in een container daar. Het gaat eigenlijk erover hoe je geluid en muziek kunt maken met de openbare ruimte. Die container is geloof ik van weer heel iemand anders. En ik dacht, ik kwam door elkaar met mijn filmpje en hij wist ook helemaal niks van. Maar ik geloof dat het gedraaid gaat worden. Eigenlijk hadden we gezegd Artibios. Maar ja, Artibios kan ook. Hij is een soort iemand die filmpjes van kunstenaars verzamelt ofzo. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is. Ik hoop wel dat hij het ook een beetje gaat draaien. Ik kan er nog een I achter. Kan je erin tekenen? Oh, komt goed. Op zich gaan we flyeren en onze jurken rondlopen. En die mensen die er behoefte aan hebben, iets over ons project vertellen. En dan willen we nog even een performance doen die eigenlijk alleen inhoudt dat we op het podium zitten en consumeren. Die spullen we uit onze jurken zijn. Dus wij gaan gewoon consum in beeld brengen. Ik loop hier rond om op zoek te gaan naar verhalen. En dan maak ik er een mooie column van. Die komt dan op de site van Sonos en op de site van Artibos. Nou, ik zie je graag dan. Ja. Op het terras ofzo. Ja, dank je wel voor informatie. Afgelopen week heb je auditie gedaan. Klopt. Hoe is dat afgelopen? Ja, goed. Ja, want ik heb de rol gekregen. Wat gaat er nu gebeuren? We beginnen komende dinsdag met de repetities. En we hebben 4 weken maar. En dan gaan we in première in de Theater en de Parade. Ik ben ooit begonnen om te bewijzen dat dichte onzin is door mezelf op het dichterspodium te praten, terwijl ik eigenlijk van mezelf vind dat ik niet kan dichten. En tegelijkertijd is het een verslaving geworden, dat ik alles wat ik meemaak in een dichte vorm op wil schrijven. Geen wonder dat zijn vrouw hem verliefd. Ik vind het nog steeds onzin. Maar ja, er zit veel, ik ga geen namen noemen, maar er zijn veel mensen die denken, waarom dicht je? En inclusief mijzelf. Ik kan het niet heel serieus nemen, zou ik zo zeggen. Maar tegen 1:04 kon ik mijn ogen niet geloven. Een mooi stel vleugels kreeg het dier en het fladderde naar boven. En die mensen die jou wel serieus nemen, hoe kijk je daar dan tegenaan? Misschien heb ik daar ook al een beetje respect voor, omdat ik dat zelf niet kan. Misschien. Misschien dat ik iets zie wat zij iets zien wat ik niet zie. Ik moet helaas dus wel stellen dat mensenrecht niets meer zegt. Want wie iets groots wil vertellen, wordt steeds het zwijgen opgelegd. Daarom richt ik hierbij op de dronkenmanspraatpartij. Neem gerust een flinke slok. Spreek de waarheid. Stem op mij. Ja. Ik ga in ieder geval voordragen bij de opening van de expositie.
En daar heb ik al wat leuke ideetjes over, maar dat ga ik nog niet vertellen. In ieder geval, het wordt geen normale voordracht dat ik naar mijn hoofd heb. My tongue is of the people. I speak too crudely and hardly for silky rabbits. We speak not because we care. We speak for ice cream. Dance, monkeys of the world, dance. Then we will decide if we'll pick up our answering. Waarvoor doe je dat? Waarvoor is dat? Nee, gewoon voor de lol. Het is gewoon een hobby. Ook is het niet om jezelf te promoten of zo? Nee, want ja, nee, eigenlijk niet. Het is niet echt een droom of zo om later beroemd te worden. Dus het is gewoon eigenlijk gewoon meer voor de lol. En ik schrijf mijn eigen liedjes en zo kan ik zeg maar ook een beetje met anderen delen. Maar niet om mezelf te promoten. Misschien doe ik wel mee. Oh, jongeren, sorry. Dat weet ik niet. Ja. Ah, misschien mijn zoon. Ja. Ja, wacht, ik denk corona. Zo artistiek. Ik denk corona.